De vrouwen van PSV FCE beginnen vanavond aan hun eerste wedstrijd in de Béné League. Het team van Hesterine de Reus moet het in de openingswedstrijd en opnemen tegen ADO Den Haag. PSV FCE heeft zes oefenwedstrijden achter de rug, daarvan hebben ze er vijf gewonnen. Tot aan de winterstop spelen de Nederlandse en Belgische ploegen tegen teams uit eigen land. Daarna gaan de vier beste door naar de Women's Béné League A en de anderen gaan verder in de Béné League B.